proefbevangenheid, je hebt CPL waar mensen niks aan doen. Je hebt de huisvesting. Je hebt bijvoorbeeld dat ze geen droge ligplaats hebben. Hier gaat iemand zo en zo blij mee zijn, ondanks haar CPL. Daar sta je bij Elsa en Elsa is best wel een bijzondere verschijning. Hoi allemaal, leuk te kijken naar een nieuwe video. Vandaag gaan we best wel een veel aangevraagde video doen. Namelijk, ik ga alle 12 verwaarloosde tinkers voorstellen. Nou, laat ik maar direct met de deur in huis vallen om wat aantal dingen te vertellen over deze. Heel veel mensen zeggen onder de video's van ja, ze zien er toch niet verwaarloosd uit. Dit kan nooit in 3 maanden weer goed zijn gekomen. Maar verwaarlozing heb je natuurlijk in heel veel aspecten. Je hebt hoefbevangenheid, je hebt CPL waar mensen niks aan doen. Je hebt de huisvesting. Je hebt bijvoorbeeld dat ze geen droge ligplaats hebben. Hoefproblemen, hoefrot, mijt, luis, schurf, noem maar op. Ze hoeven er natuurlijk niet slecht uit te zien voordat ze weg worden gehaald bij de eigenaar. Want ja, als ze bijvoorbeeld niks doen aan de hoeven of aan de CPL of aan de luis of de schimmel, is dat ook gewoon verwaarlozing. Want ja, als je zelf luis hebt, dan wil je ook gewoon behandeld hebben. Als je zelf jeuk hebt, dan wil je ook gewoon behandeld worden. We hebben ondertussen wat gezelschap gekregen. Natuurlijk, voordat ze weg worden gehaald bij de eigenaar, wordt de eigenaar 2 keer gewaarschuwd. Ze hebben een termijn van volgens mij 1 maand. Of 2 maanden zelfs, of iets korter. Ja, pin me daar niet op vast. Maar ze hebben wel een termijn dat ze het kunnen verbeteren. Zodat ze de tijd hebben om het welzijn van het dier te verbeteren. Doen ze dat niet, dan worden ze weggehaald. Dit worden ze natuurlijk niet zomaar. Dit moet een rechter ook uitspraak doen. Alleen, ja, het hoeft niet per se te zijn dat ze er slecht uitzien of wat dan ook. Want heel veel mensen denken dat een paard moet maag zijn voordat ze verwaarloosd zijn. Maar dat is het eigenlijk niet. Want als je zelf last van je benen hebt, wil je ook geholpen worden. Wil je ook op krukken lopen. En ja, dat is bij paarden ook. CPL is ook iets wat je niet ziet, maar wat wel gaande is onder in de sokken. En sommige paarden hebben heel veel maden, echt wonden. En ja, dat wil je gewoon niet. En ja, voor de mensen die denken van ja, goh, hè, verwaarlozing dit, verwaarlozing dat. Het is het niet, het is het zeker wel. Alleen je hebt natuurlijk verschillende soorten, zoals ik zei. En heel veel mensen zeiden van ja, jullie krijgen die dieren mooi gratis. En jullie verdienen heel veel geld aan. Wat denk je wat tandarts kost voor 12 paarden? Hoefsmid. De CPL moeten we behandelen. Er moeten allemaal middeltjes voor worden gekocht. Ze worden allemaal helemaal gescand. Nou, sommige lopen niet lekker, dus dan gaan we met ze naar de dierenarts. Maken we foto's. De hoeven nemen heel veel problemen mee. Heel veel rotstraal, hoefkanker. Het kost ook heel veel aan hoefsmidrekeningen. De entingen moeten goed zijn. Ze moeten ontwormd worden. Paspoortjes moeten goed zijn. En ja, al met al kost dat best wel veel geld bij elkaar. Dus ja, misschien gaan deze wel voor een hogere adoptieprijs weg. Maar we hebben er ook heel veel kosten aan gehad. En hebben er nog steeds heel veel kosten aan. En achter de schermen is het gewoon druk bezig om deze dieren gewoon goed klaar te maken voor adoptie. Want we weten misschien binnenkort dat we nog wat nieuwe paarden krijgen, wat verwaarloosde paarden. Maar daar kan ik nog helaas niet zoveel over zeggen. Maar intern zijn we hier heel druk mee bezig. En ja, weet je, het lijkt allemaal net of we hier heel veel geld aan verdienen. Maar ja, als je 1 paard hebt, weet je misschien al wat het kost. Wat staan als je er 42 hebt staan. En we willen elk paard een kans geven. Oh ja, en ze zijn misschien drachtig. Want we weten niet of er een hengst bij heeft gelopen of niet. Dus we moeten ze ook nog laten scannen op dracht. Want ja, we willen niet zomaar drachtige merries herplaatsen. En ja, zoals sommige wat schimmel wat we hebben behandeld. Zoals Achilles. En ja, dat is toch ook allemaal best wel duur. En de sokken moeten we met Sebasil doen. Sebasil potje is €80 ongeveer. Nou ja, daar doe je niet heel lang mee. Als ze allemaal mijt en mok en wat dan ook hebben. Dus ja, dit is een beetje het verhaal over dat mensen denken dat ze helemaal niet verwaarloosd zijn. Alleen, ja, dat zijn ze dus wel. En we gaan nu 1 voor 1 de tinkers allemaal voorstellen. En zeggen wat we ermee doen. En hoe oud ze zijn, hoe groot ze ongeveer zijn. En wat hun karakter is. En ja, ik hoop dat er misschien voor jullie een toekomstig leuk paardje tussen zit. En in ieder geval heel veel kijkplezier. Ik heb deze ooit proberen weg te jagen, maar helaas lukt het niet. Dus ik ga nu, ik voel die neusjes, ze ruiken dat ik brokjes heb. Maar ik ga nu over degene vertellen die ik vast heb. Dit is Pixel. Pixel is een merrie van 11 jaar oud. En Pixel is ongeveer, nou wat zou ze zijn, 1,60 hoog.
Het zijn best wel uit de kluiten gewassen tinkers. Pixel heeft bijna als enigste een halsertje om, omdat ze nog best wel bang is. Ze is heel lief als je hem eenmaal vast hebt, maar ze is nog best wel wat afwachtend en wat onzeker. We weten ook niet wat in het heden met haar is gebeurd en wat ze precies heeft meegemaakt. En zij heeft geen CPL. Dat is echt super fijn, want degenen die allemaal CPL hebben, hebben allemaal geschoren. En als je haar eenmaal in de hand hebt, is het echt, echt een knuffelkont. Je ziet al dat ze gewoon een beetje de aandacht aan het verwerken is. Dat ze lekker aan het likken en kauwen is. Want ze heeft al echt heel lang geleden een koekje gekregen. Dus daar is ze niet meer op het kauwen. En we zijn voornamelijk gewoon bezig met Pixel, met grondwerk. Met een beetje oefenen. Met dat alles normaal is. Dus voetje. En ja, we hebben hier ook een aantal vrijwilligers die gewoon een grondwerkcertificaat hebben. Of een opleiding, ik weet niet hoe je het precies noemt. Dus die gaan er ook flink mee bezig. En de tinkers zijn in een kudde gekomen, dus ze kunnen ook allemaal heel goed met anderen. En uiteindelijk als Pixel er klaar is, gaan we haar beleren. Alleen we doen nu gewoon heel veel grondwerk, gewoon rustig aan. Ze moeten ons leren kennen, we proberen haar gewoon zoveel vaak mogelijk lekker uit de wei te pakken, lekker te poetsen. Maar, oh, het wordt steeds drukker hier. Zo. Dus ja, we zijn flink met Pixel aan het oefenen. Het halster houden we gewoon nog om voor de rust. Want we hebben geen zin dat we achter haar aan moeten vangen. Of dat ze bang is en dat we het halster niet meer omkrijgen. Dus voor haar rust houden we het halstertje gewoon lekker om. En dat vind ik ook gewoon heel belangrijk. Alles met rust. En ja, het duurt misschien voor haar wat langer tot ze ter adoptie is. Maar dat maakt ons niet uit. Ik ben even geswitcht. Nu sta ik bij Hercules. Nou, we hebben best wel veel bruine en bonte. Misschien kan ik ook wel vertellen waaraan je ze kunt herkennen als ze geen halster om hebben. Hercules kun je herkennen aan zijn grote moustachesnor. Hercules heeft echt een hele grote snor. Hercules heeft een geschatte leeftijd van 19 jaar. En het is een ruin van ongeveer 1,50 à 1,55 hoog. Hij is een aantal keer bij ons onder het zadel geweest. We verwachten dat hij wel wat kent. Misschien voor de kar of wat dan ook. Omdat hij het eigenlijk best wel goed oppakte. Ik had een aardige rem. Ik had een stuur en een stop. Hij deed gewoon braaf stap, draf en galop. Dus Hercules is wel een beetje beleerd. We proberen hem nu gewoon klaar te stomen. Zodat hij lekker naar adoptie kan. We zijn ook een paar keer naar buiten geweest met hem. En dat deed hij zo braaf. Dus ja, we verwachten wel echt wel dat ze kent. Wat kennen, bijna iedereen is gewoon bom en bomproef. Hercules heeft wel CPL, zoals je ziet. We hebben zijn sokken voor en achter geschoren. Nou, vergeleken King en Caramel valt het eigenlijk wel mee. De bulten zijn goed onder controle. We smeren ze elke dag in met Frisian Expert olie en mud cream, zodat we de plooien gewoon mooi houden. En ze krijgen natuurlijk hun kruiden, zijn oerbalans voor de afvalstoffen die ze niet wegkrijgen natuurlijk, want dat is juist het probleem. En Hercules is gewoon heel braaf in de omgang. Je kunt hem herkennen aan zijn snor en aan zijn mooie... En als zijn mooie bles en zijn hele witte neus. En je kunt hem herkennen omdat zijn sokken allemaal zijn geschoren voor en achter. En Hercules is nog niet ter adoptie. Maar die zal wel denk ik als eerste ter adoptie gaan. Mits er geen gezondheidsklachten opspelen, want dat kan altijd nog. Ik sta nu bij Achilles. Achilles is een ruin van 14 jaar oud en ongeveer 1,50 hoog. Achilles kan je herkennen, want hij lijkt best wel op Xanthos. Aan zijn iets witte overgangen van zijn ogen. En aan zijn borst, want hij is bijna helemaal wit. Met een klein beetje zwart. Nou, zoals je ziet, hij heeft hier wat kale plekjes. Ook bij zijn hoofd. Dat hebben we behandeld, dat was schimmel. Hij is nu gewoon vrij van schimmel en hij moet gewoon aangroeien qua haren. Dus Achilles heeft ook geen CPL, is helemaal vrij van CPL. En we hebben gisteren voor de eerste keer op hem gezeten. Dat deed hij ook heel braaf. We verwachten ook dat Achilles binnenkort wel weg kan. Want we denken echt dat ze bijna allemaal voor de kar hebben gestaan. Want je had gewoon een rem, een stuur en een stop. Het was nog wel een beetje gebrekkig. Maar ja, hoe lang hebben ze niet meer onder het zadel gezeten? Of hoe vaak hebben ze het gedaan? Dat weten we allemaal niet. Ik merk ook wel steeds dat alle tinkers wat meer naar ons toe trekken. En dat ze gewoon wat steeds aanhankelijker worden. Want in het begin moesten ze best nog wel wennen. En het is gewoon heel goed voor deze tinkers. Dat ze gewoon op het paddock paradise staan. En dat ze gewoon veel beweging krijgen. Ook vooral als ze misschien een heel klein beetje al bultjes beginnen te krijgen. Je moet gewoon voor zijn.
En dat zijn we zeker met zulke paarden. Vooral met ons Paddock Paradise, waar we echt super blij mee zijn. Dus dit is Achilles. Dat is Chrissy. Chrissy is de bangste eigenlijk van het stel. Daarom heeft ze het hals nog om. Chrissy kan je herkennen aan haar hele bijzondere kleur. Ze is eigenlijk alle kleuren van de regenboog. Zoals je ziet vindt ze het eigenlijk best wel spannend, want ze gaat direct poepen. En ja, het was net ook al even een klusje om haar te vangen. Gelukkig kan je alles met rust en met wat cookies. Ja. Nou, Chrissy is een merrie van ongeveer 1,45 hoog. Zij is de kleinste van het stel. Het is een kleine tinker. En zij is 15 jaar oud. Chrissy die, ja, die is denk ik niet heel veel gewend. Er is niet veel mee gedaan. Ik denk ook dat zij niks kent. En als je haar eenmaal maar in de hand hebt, dan is ze echt heel erg lief. Ze is vrij van CPL. En ja, we doen nu voornamelijk grondwerk met haar. En Hazel die terroriseert alles. Ik wil heel graag in alles. Kom. Ik zit op Hazel. En zoals je ziet is Hazel echt wel een grote dame. Ze is zo... En zo en zo braaf. Jongens, doe dit trouwens niet thuis na. Nou, Hazel is een forse dame van 1,60 hoog ongeveer. En ze is best wel breed. En ja, het is echt, echt, echt een schat. Je kunt er van de kont af. Het maakt haar allemaal niks uit. En ze kent eigenlijk vrij weinig. Alleen ondanks dat is ze zo braaf. We denken dat ze misschien voor de kar heeft gelopen of wat dan ook. Alleen het is zo'n betrouwbaar paard. Hier gaat iemand zo en zo blij mee zijn, ondanks haar CPL. Je kunt haar herkennen omdat ze de bruinste is van de kudde en de breedste. En ondanks haar CPL, het is zo'n fijn paard. Het is gewoon bomproef. Ik kan hier met een gerustheid op zitten. Ik kan alles doen wat ik wil. Nou, ik sta bij Clyde, een merrie van 10 jaar oud en ongeveer 1,60 hoog. Clyde heeft ook geen CPL. Het is helemaal vrij zoals ik voel. En Clyde is een bulldozer. Ze heeft me bijna een keer omver gerend, maar we verwachten niet dat ze heel erg veel kent. Clyde zijn we nog wat Hazel bezig. Oh, oh. Clyde zijn we mee bezig om wat normen en wat waarden aan te leren. Van dat ik stop, stop zij. Gewoon lekker veel grondwerk. En Clyde beleren we nog niet, want ze was iets te kort bekapt. En ja, het is echt een hele lieve merrie. Alleen wat lomp. Maar we verwachten wel dat het in de kortste keren eruit gaat naarmate we er wat meer doen. En ik word helemaal belikt. Nogmaals. Clyde is nog niet ter adoptie en we hebben er nog niet op gezeten. Maar we verwachten dat ze dit ook wel goed gaat aanpakken. En ze is gewoon echt een knuffelkont. Ik sta hier naast Xanthos. Xanthos is een 14-jarige ruin van ongeveer 1,55 hoog. Xanthos die lijkt heel erg op Achilles. Alleen Xanthos heeft een enorme dikke speknek. Daaraan kun je Xanthos ook herkennen. Achilles staat erachter, dus als jullie vergelijkingsmateriaal willen, die staat daar. En we hebben Xanthos een paar keer onder het zadel gehad en hij kent eigenlijk vrijwel alles. Stap, draf, galop. En hij is heel braaf. Hey. Dus we verwachten eigenlijk dat hij binnenkort ook wel ter adoptie kan. Hij heeft, zover we voelen, geen CPL. Hij is echt helemaal vrij. Dat is echt super fijn. Ja, en hij doet alles heel goed. Hele nuchtige ruin. Maar hij moet je wel even leren kennen. En zodra hij dat kan, dan is hij gewoon, gaat hij voor je door het vuur. Maar zoals jullie zien is deze video niet heel netjes. Want de tinkies die staan overal. Ja. Ze staan echt overal. Ze willen hier mijn koekjes. Ja, ik ze heb niet eens koekjes. In mijn maar kijk, Xanthos die leunt gewoon op het hoofd. Ik sta hier bij Lynn. Lynn is een merrie van 11 jaar oud en ongeveer, nou ik denk dat ze wel 61 is, hoog. Lynn die heeft een beetje een snotneus zoals jullie zien. We hebben haar helemaal laten testen. Ze heeft geen gekke ziektes. Ze krijgt wat medicatie van de dierenarts, wat puffers en wat slijmoplossers. Omdat ze best wel veel slijm in haar mond heeft. En we denken meer aan een chronische verkoudheid. En ja, Lynn heeft hoefkanker gehad of heeft hoefkanker. Dus het is echt wel van belang dat ze echt droog blijft staan. Gelukkig is de wei kurk en kurk droog. Waar we heel blij mee zijn. Dus met Lynn doen we eigenlijk helemaal niks. Ze krijgt haar medicatie. Ze wordt elke dag gepoetst. Oh, Fleeman. Oh, Fleeman. We weten toevallig dat er een keer eens een begin is gemaakt. Aan de kar of voor de kar en onder het zadel. Dus we verwachten dat dat geen probleem zou zijn. Het is echt een grote lieve teddybeer met een super goed hart. We staan hier weer bij de bende van ellende. Nou, daar zijn ze weer, kijk.
Ik sta nu bij Maya. Maya is te herkennen aan haar rare voorpluk. Hoe je haar ook vlecht, dit blijft er altijd. En Maya heeft ook CPL. En ze is te herkennen omdat ze alleen in de voorbenen CPL heeft. Dus ze is echt alleen maar aan de voorbenen te... dus is ze alleen bij de voorbenen geschoren. Maya is heel erg lief. Alleen ze is nog wat afwachtende. En we hebben haar ook nog niet onder het zadel gehad. Want ja, ze eet een beetje slow. En ze moet nog een beetje alles aftasten. En ze is niet zo aanhankelijk als de rest. En Maya is 10 jaar en ongeveer 1,55 hoog. Het is echt een schatje. Een mooie merrie met een gouden hart. En we verwachten dat zij het ook straks heel goed zou doen onder het zadel. Alleen ze is wat afwachtende. En ja, ze tast graag een beetje af. Maar we proberen haar gewoon elke keer met koekjes te pakken. En ja, ze gaat als enige naar binnen samen met Lin. Met het voer, want zij is een hele langzame eter. En anders eten de dikkoppen dit hier allemaal op. Dan sta je bij Elsa. En Elsa is best wel een bijzondere verschijn. Elsa heeft namelijk twee maanogen. Ja, ze krijgt uiteraard straks een vliegenmasker op. Alleen net scheen de zon nog niet zo hard. En het is nu echt super mooi weer. Elsa is een best wel dikke tinker. Ze heeft geen CPL. En ze is ongeveer 1,55 à 1,60 hoog. Ze is 13 jaar oud. Ze is alleen nog wat afwachtende. En ondanks dat is ze echt super braaf. We hebben Elsa, omdat ze nog best wel afwachtend is, hebben we haar nog niet onder het zadel gedaan. We denken ook dat ze misschien drachtig is, omdat ze best wel dik is. Dus daar laten we haar uiteraard ook op scannen. En zij is gewoon zo lief. Ze heeft echt een hart van goud. Alleen ze is nog heel afwachtend. Daarom doen we gewoon veel grondwerk met haar. Lekker poetsen, lekker wandelen. En dat vinden we gewoon heel belangrijk. Dus ja, Elsa die staat nog niet ter adoptie. En ze kan nog eerst lekker gewoon rustig kwaad zijn bij ons. Nou, ik sta hier bij Devil. Devil is een 13-jarige ruin en hij is ongeveer 1,65 hoog, 1,60. En het is echt een tank. Dus shit, het is echt een brede tank. We hebben hem nu 2-3 keer onder het zadel gehad en hij deed het zo braaf. Hij is gewoon lekker nuchter. Onder het zadel is hij wel wat vlotjes. Maar ondanks dat is hij zo braaf. En Devil is ook vrij van CPL. En hij vindt sommige dingetjes nog wel wat eng. Dus hij loopt dan wel echt, zeg maar, echt door je heen. Alleen dat zijn we wel aan het trainen, dus. Ja, het is ook een verschrikkelijke goed zak. En hij heeft enorm lange manen, daarom is hij goed te herkennen. Maeve is 11 jaar oud en Maeve is te herkennen aan haar lange voorpluk. En haar benen die zijn geschoren, want ze heeft aan alle benen CPL. Ondanks dat is Maeve echt een superbraaf familiepaard. Doet geen stap verkeerd. Is liever lui dan moe. Maeve pakt het onder de zadel echt heel goed op, dus ze kan binnenkort naar haar nieuwe tehuis. Ze is ongeveer 1,65 hoog, denk ik. En het is echt een typische... Het is echt een typische tinker. En ze is zo braaf. Dus ja, dit waren alle tinkers die we hebben en hebben mogen ontvangen hier. Mochten jullie nog vragen hebben over de tinkies, laat het zeker weten in de reacties. En laat even weten welke tinker jullie favoriet is of welke jullie het mooist vinden. En ja, we hopen dat ze snel weer een nieuw huisje kunnen krijgen. Want ja, ze staan hier natuurlijk goed. Maar bij iemand staan ze ook heel goed. Krijgen ze veel meer aandacht. In ieder geval heel bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. En doe nog een blauw duimpje omhoog. En dan zien wij in de Tinkies jullie de volgende keer. Doeg!